Dan Robert van der Croft. Nou, Robert, hartstikke leuk dat je erbij wil zijn. Ja, dank je. Ja, het wordt een uur vol ja, alles wat je doet. Met tekenen, met je band natuurlijk. Ja. En eens kijken of we nog wat kunnen laten luisteren. Of YouTube dat goed vindt of niet. En natuurlijk ook welkom de stripverzamelaar Marvin en Kikker Comics. En natuurlijk iedereen die kijkt of luistert, dat kan. Even intro, zijn we zo weer terug. Ja, leuk. En ik zie dat dus de chat stroomt daar lekker vol. Goede avond wordt gezegd. Bert Schaafkaarsenavond. In Nieuw-Zeeland, want dan wordt mensen een goedemorgen. Ontbijt achter de kiezen en ik zit er weer klaar voor. Goedemorgen. Dus zelfs aan de andere kant van de wereld zitten ze op jou te wachten, Robert. Dus dat is superleuk, is dat toch? Ja, Bert Schaafkaars, zochten ze bij jou. Hij woont in Nieuw-Zeeland, inderdaad. Even kijken. En dan zie ik nog wat dingen voorbij komen. Oh, en als het goed is, zien jullie nu het ook een beeld. Jij ziet volgens mij ook een Robert. Ja. John King heeft nog een Precies. Ja, het was echt leuk om met John even een hapje te eten. Een Dutch gamer zeggen, goede avond. Ja, en vandaag hebben we niemand minder dan Robert van der Croft. Robert, hartstikke leuk dat je mee wilt doen aan deze Bam de Bam. Ja, superleuk dat ik mee mag doen. Ja, dus je bent een held van ons drieën. Dat kan ik echt wel zeggen. En ik denk ook van heel veel kijkers die hier nu allemaal binnendruppelen in deze chat. En we hebben eigenlijk, waarmee eigenlijk altijd beginnen, om de gast een beetje beter te leren kennen. In jouw geval zal dat niet zo moeilijk zijn. Maar heb ik je gevraagd, geef me vijf visuals. Het zijn er 7 geworden. En die wil ik even met je doornemen, zodat we even een beter idee krijgen van wie ben je en wat doe je eigenlijk allemaal. Haal ik de chat wel weer even weg, want dan hebben we nog even iets groter beeld. En ons haal ik ook even weg. En wat zien wij hier, Robert, eigenlijk? Dit is een Search & Simi pagina waar ik nu aan bezig ben. Nou, het is een foto van 2 weken geleden. Hij is eigenlijk al af, maar hier was ik aan bezig. En dan kan je een beetje zien hoe ik werk. Eerst in potlood op het papier en daarna met een inktlijn eroverheen. En dan gum ik het potlood weer weg. Dan scan ik het op de computer in en maak ik alles af. Ja. De video panel is heel toepasselijk natuurlijk. Sorry, ik verstond net niet wat er toepasselijk was. Die vierde panel is wel heel toepasselijk. 1, 2, 3, 4. Oh, zo. Bam, bam, bam. Oh ja. Scherfkikker. Had je niet expres gedaan? Ja. Niet expres gedaan. Nee, superleuk. Ja, het is bijna bam met de bam, inderdaad. Ja. Teken je ook digitaal? Dat, soms wel. Bij Show & Shimmy hou ik het nog steeds een beetje old school. Ik vind eigenlijk, want ik heb wel zo'n tekenscherm, zo'n Cintiq, waar je op het scherm kunt tekenen. Maar ik vind papier, het zit toch iets dichterbij. Het is levendiger en je kan het makkelijker draaien dan zo'n scherm. En soms doe ik ook wel eens even in spiegelbeeld en hou ik hem tegen het licht. En dat kan inderdaad op zo'n scherm ook allemaal even in spiegelbeeld om te kijken of alles goed zit. Maar het is, ik vind papier toch net iets lekkerder. Ik zit nog te wachten op digitaal papier. Oh ja, dat zou helemaal mooi zijn natuurlijk. Ja. Dat komt vast al een keer. Maar voorlopig doe ik het liefst nog zo. En ik doe wel eens als ik iets snel wil doen. Of als ik een fout heb gemaakt in zo'n tekening. Dan doe ik het gewoon wel digitaal. Ja. Maar liever nog steeds op papier. Bekijk je oude werk nog wel eens terug? Met een bepaald dat je denkt van... Eigenlijk niet. Dat zien we straks bij de tweede visual. Oh, dat gaan we meteen. Ik weet niet of die meteen op nummer 2 staat. Ik heb deze erbij staan, dus ik weet het, ja. Oh, ja. Ik had een paar weken geleden, of begin van dit jaar was dat, dus dat is iets langer, een expositie. Ja. Dat was eigenlijk de eerste keer in mijn leven dat ik een expositie hield. En toen ben ik dus al mijn oude werk door gaan kijken. En toen was ik echt eigenlijk voor het eerst. Het stapelt zich op en soms verkoop ik iets. Nou, meestal niet. Maar ik heb dus allerlei dingen her en der liggen. En ik ben dus gaan zoeken van wat is nou het leukste om op te hangen. En dan kom ik dus hele oude dingen tegen die ik echt tot mijn halve leven niet gezien had. En het was heel erg leuk. Het was, goed. Want het was in een echte officiële kunstgalerie.
Dus ik heb me niet geconcentreerd op stripverzamelaars. Nee. En er wel een paar langs geweest. Maar meer voor galeriebezoekers die iets leuks op hun schoorsteen zouden willen hebben hangen. Oh, het was welke ook galerie was dit eigenlijk? Een galerie was op het Noordereiland in Rotterdam. Oh, Rotterdam. Galerie Wind heet het. En, okay. En ja, normaal gesproken hangen daar grote schilderijen van allerlei mensen en... Zou het Mocha niet wat zijn een keertje? Ja, daar ben ik ook al mee bezig hoor. Dat, ja? Dat, ze willen iets met Shirts & Shimmy gaan doen. Volgend jaar? Snap ik wel. Nou ja, er zijn contacten inderdaad. Oh, wat leuk. Heel leuk. Ja. Komen. Maar Mocha doet het anders en dat vind ik heel erg goed. Ja. Die hebben een originele tekening of pagina. En daarnaast in dezelfde lijst doen ze het eindresultaat. Ja, vind ik ook gaaf. Vind ik heel erg goed. Ja. Ja. Daar ga ik eigenlijk naar de derde visual. We gaan er gewoon door. Oh, wat goed, man. want ik heb eigenlijk nooit eerder een expositie gedaan. Omdat ik zo'n strippagina die je net zag. Als die af is, dan is het eigenlijk nog niet af. Een schilder maakt een schilderij. En die schildert er een week aan. En dan op een gegeven moment is het af. En dat hangt hij aan de muur. Of hij verkoopt het. Ja. Maar zo'n strippagina die ik teken, die is nog lang niet af. Die is veel te groot, dus die moet nog verkleind worden. En er komt nog tekst in, hij moet nog gekleurd worden. En daarna wordt hij gedrukt. En uiteindelijk, het album is het eindresultaat. Ja. Dus daarom heb ik in die galerie heb ik ook stripalbums. De albums hangen. We krijgen een leuke vraag van John. Die vraagt, kan het zijn dat Robert's tekenstijl door de jaren heen vrijwel gelijk is gebleven? ja, dat is wel zo inderdaad. Ja, ik heb op een gegeven moment... dat was wel leuk in die galerie, dat ik dus ook hele oude dingen op heb gehangen van voordat ik Shirts & Shimmy tekende. Dan zie je dat ik heel erg aan het zoeken was. Dan hangt een hele realistische strip en ook een veel karikaturalere strip dan Shirts & Shimmy uiteindelijk geworden is. Ik heb alles geprobeerd en uiteindelijk ben ik op een soort Shirts & Shimmy stijl uitgekomen qua pen, lijnvoering, penseel, zwart, wit... ook het vertellen, hoe breng je iets in beeld. Dat is bij Shirts & Shimmy, en Claire trouwens ook, is dat heel erg klassiek, zal ik het maar noemen. Er zijn geen longshots of inzoomen. Het is altijd ongeveer dezelfde afstand. En dat komt omdat ik eigenlijk heel erg gekeken heb naar de allereerste Shorts-tekenaar, Martin Brenner, ja. Uit 1920. Maar toen waren er bijna nog geen films. Iedereen zat in het theater naar het podium te kijken. Dus eigenlijk speelde alles zich altijd op dezelfde afstand af. Oh. En die sfeer heb ik teruggebracht in Shirts & Shimmy. En dat bevalt heel erg goed. Ja. Dus ja, en voor jou was natuurlijk Frans Piet en Jan Kruijs. Hè? Dus misschien dat ze ook verwachten dat die stijl is daardoor... steeds meer jouw stijl geworden. Misschien is dat ook wel een beetje... Ja, ik had op een gegeven moment had ik gewoon gevonden van hoe vertel je op zijn leukst een stripverhaal en op zijn duidelijkst dat verhaal. Ja. Ik wil omdat een stripverhaal echt duidelijk is. Ja, helemaal mee eens. Daarom heb ik ook alle tekstballonnetjes allemaal bovenin, zodat dat je in één keer al die tekstballonnetjes kunt lezen en de tekeningen... Nou, super handig. Daarnaast. Ja. Het is, een discussie die hier wel eens terugkomt... tekst versus beeld. Vind jij dat een stripalbum een percentage tekst mag bevatten per kader? Of? Nee, dat maakt niet zo uit als het maar duidelijk verteld wordt. Tekst is heel erg belangrijk. Een slecht verhaal met prachtige tekeningen blijft een slecht verhaal. Blijft een slecht verhaal, ja. Wat ik zo goed aan Shirts & Shimmy vind, is dat... dat het zo geschreven is dat er geen dingen hoeven worden uitgelegd. Dus je stapt van de ene kader in de andere. Ja. En waar ik wel eens het gevoel heb dat heel veel schrijvers alles proberen uit te leggen in die ballonnetjes, laat de tekenaar het gewoon zien. Ja, dus ja dat is wel echt dankzij Jan en Wilbert. Hoor. Die zijn er heel erg goed in. Ja. In het plaatje dan zeggen ze van, ik heb geld nodig. Ik moet langs de geldautomaat, want morgen moet ik een stoel kopen. Ja. En dan... is het volgende plaatje dat ze die stoel al gekocht is... of dat ze met die stoel onder de winkel... Dus de precies. Liggende plaatjes, die zijn er niet. Het gaat heel snel daardoor. Ja,
Ik heb die oude Pep nog wel eens erbij gepakt, Pep strips. En het verbaast mij, tenminste, het is mij opgevallen dat toen was nog wel, misschien dat het van de beeldroman naar de strip kwam en dat ze nog steeds die tekst proberen te proppen in de kaders. En dat nu door, en George Sim is daar een goed voorbeeld van, daar worden toch dynamischer verteld, waardoor je minder tekst nodig hebt. Ja. En waarvan het mediumstrip misschien wat beter naar voren komt. Ja. Ja, nou ja, ja, ik heb alleen maar ervaring met Jan van Dien en Wilbert Kleiner, dat die dus samen best wel geniale strips hebben geschreven. Daar ben ik precies. Heel dankbaar voor. Ja. En dat ik hun soms belachelijke ideeën netjes op papier kon krijgen. Ja, wat geweldig. En, moest je soms ook wel eens heel hard lachen als je een script binnenkreeg? Of? Ja hoor, ja. Regelmatig. Mag ik wat vragen? Ik heb uiteraard wat werk van jou gelezen ter voorbereiding van deze team. Maar ik heb gisteren ook deze gelezen. Even, maak ik even wat groter? Oh, deze. Het is natuurlijk een hele oude. Maar wat vind jij van dit werk? Wat vind jij... Van wie vind je deze stijl en van deze tekeningen? Ja, nou, het rare, ik heb Frans Piet heb ik nog wel gekend. En ook wel eens bij hem thuis geweest. En eigenlijk was het een hele goede tekenaar. Een realistische tekenaar. En dat zie je eigenlijk niet terug in zijn stripwerk. Het ziet er soms best wel gehaast uit. En hij is een betere tekenaar dan zijn strips. Wat zou de verklaring daarvan kunnen zijn? Ja, hij was echt in dienst van de uitgeverij en ging dus netjes 's morgens om 9 uur naar zijn werk toe. En dat is heel moeilijk voor een tekenaar. Je kan niet zeggen van, het is 9 uur, dus gaat mijn creatieve knop aan. Ja, nee. Zo werkt het niet. Nee. En dus de ene dag maakte die gewoon slechter werk dan de andere dag. Of pas 's middags om 3 uur werd het wat leuker. Want Rob vraagt ook hoe lang je gemiddeld zelf met een pagina bezig bent. Want we hebben het nu over die snelheid van begin tot eind. Ja, ik doe er vrij lang. Ik doe een dag of 3 over een pagina. In uren, 24 uren. Ja. En dus het is 2 uur per plaatje ongeveer. Want er staan zo'n 12 plaatjes op een pagina meestal. En dan moet ik zelf uitzoeken over hoeveel dagen ik die 24 uur verdeel. Ja. Zoals ik al zei, niet 's morgens om 9 uur gaat die... Dan doet die knop het nog niet. Dus... Nee. En toevallig de volgende dag misschien weer wel. En, dat is wel het fijne. Ja. Maar je kleurt het niet zelf in, toch? Hoor? Nee. Dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Ja, soms als het toevallig uitkwam. Maar er zijn altijd inkleurders geweest. Vroeger was er een grote studio vanuit de redactie van Apple. Ja. En later, tegen het eind van dat ik Surgeon Simi tekende, tegen het eind rond 1990 of zo. Ja. Eerder. Heb ik een eigen inkleurster ingevoerd. En dan kon ik het ook beter bepalen en aan aanwijzingen geven van dat moet wat lichter en dat moet wat donkerder. Oh, wat leuk. Kun je ons meenemen, vanaf welk album heb je andere inkleurs gebruikt? Of tenminste ingevoerd? Ja. Ik denk album 11, 12, rond die tijd. 10 album niet. Nee. Album 12 sowieso? Ja, 12 zeker. En 11 weet ik niet helemaal zeker. Nee, oké. Dus de Lefgozers nog niet. Eigenlijk was de Lefgozers een van de laatste albums. Ja. Dan komen we daar ook op terug. Dat vond je wel een van de betere albums. Ja. Niet alleen hoor. Het was zo, er zijn een jaar of, best wel lang geleden alweer, 10 of 15 geleden werden en Jan en Wilbert en ik onafhankelijk van elkaar gevraagd van wat vinden jullie nou zelf je leukste album? Ja. Nou, die zijn we ze allemaal gaan lezen. En we kwamen alle 3 op ongeveer album 10 uit. 10, maar 9 is ook leuk en 11. En zo. Maar 10 is eigenlijk wel het leukste. En toen ben ik later, vlak daarna, ook eens gaan kijken bij Claire. Ja. En daar is album 10 eigenlijk ook het leukste. Oh, wat grappig. Je blijft er 10 jaar voordat je leuk wordt. Die daarvoor zijn ook wel leuk. Misschien zouden wij eens van alle bekende albums album 10 eens moeten bespreken, jongens. Ja. Dus kijken of dat waar klopt. Is. Ja. Ja, als je gewoon 10 jaar doet. Misschien is het in jaren. Ja, het zou best kunnen, toch? Ja. Hey, wat zien we hier, Robert? Ja, dit heb ik ook op die expositie gehangen. Dit is een soort experiment eigenlijk. Om tekst en strip
door elkaar heen. Ik heb een jaar of... Nee, ik vertel het anders. Ik lees heel graag boeken. Niet alleen stripboeken, maar ook gewoon boeken met lettertjes. En daar komen soms scènes in voor waarvan ik echt geen beeld bij kan verzinnen. Vooral met gevoel. Een gevoel van oprechtheid. Of een gevoel van rechtvaardigheid. Dat zijn hele mooie woorden, maar ja, daar kan ik echt geen plaatje bij verzinnen. Nee. Ook uit iemand die aan zijn hart voelt van, oh, wat heb ik een gevoel van rechtvaardigheid. Ja. Maar andere dingen, zoals het opzommen van kamers in een huis. Op zolder is het helemaal vol en dan zien we allemaal een oude klok van oma en een skateboard. Op de volgende verdieping zien we een slaapkamer waar het bed nog niet opgemaakt is. Nou, en dat is veel beter om dat in beeld te vertellen. Ja. Dus ik heb loop al heel lang te denken over van, eigenlijk zou er een soort best of both worlds boek gemaakt moeten worden. Met tekst en tekeningen waar dat op dat moment het beste uitkomt. Ja. Nou, op het moment dat ik dat bedacht, werd ik gevraagd door Douwe Egbert. Dat is al bijna 20 jaar geleden, 15 jaar geleden. Of ik een boek wilde illustreren. En het was een boek... ik heb hem hier gepakt. Deze, die is misschien wel eens bij mensen langsgekomen. Oh ja, Annie. Ja. Annie, het verhaal van de musical. Is gewoon het officiële verhaal, wat ook een strip geweest is in 1920. Ja. En Lydia Rood heeft het herschreven. En toen vroegen ze mij om illustraties te doen. En toen zei ik, nou, ik wil het alleen maar doen als ik mag proberen om... Ik haal hem weer even erbij. Ja. Om tekst en strip door elkaar heen te laten zien. Oh, dat is wel heel interessant. Je moet een stukje tekst lezen. En je moet niet alleen de plaatjes lezen, want dan snap je het verhaal niet. En ook niet alleen de tekst. Nee. En dat was natuurlijk een heel spannend experiment voor Douwe Egbert. Eigenlijk een combinatie van bommel dagstrips en ballonstrips in één. Ja, bijna wel. Ja, nou ja, ik wilde kijken of je door zou lezen. Ja, ja, ja. Eigenlijk was het nog nooit zo op die manier gedaan. Nee, en, dat is grappig. En het was voor kinderen bedoeld. Dus, nou, kinderen kunnen heel veel aan. Daar had ik iets van, had Douwe Egbert ook iets van, nou, we gaan het gewoon proberen. Leuk. En dat werkte. En sindsdien, ik ben met Lydia Rood ook bezig geweest met een boek, maar toen had ik het eigenlijk weer te druk. En daarom kwam ik nu op het plaatje wat je nu voor je ziet. Het is een gedicht van Joost Zwagerman. Ja. Het is eigenlijk meer een gevoel wat ik overbreng dan dat ik nou letterlijk de tekst in plaatjes heb gebracht. En het is, ik vind het zelf een heel mooi experiment. En ik zou heel graag een heel boek zo willen gaan maken. Leuk hoor. Ja. En ook omdat je twee plaatjes, zeg maar één plaatje valt in het kader en een beetje erbuiten. Dat is ook wel cool. Het is ook qua vormgeving. De vormgeving heb ik samen gedaan met Tamara. Die ook mijn strips inkleurt. En we vertellen straks ook nog dat ze de zangeres van mijn band is. Maar we werken heel veel samen. Zij is grafisch vormgever. Die plaatjes had ik ook oorspronkelijk andersom gepland. Niet letterlijk die plaatjes, maar dat je heel licht begint en dan eindigt naar heel donker en heel zwaar. Zij heeft mij dus inderdaad omgeturnd en gezorgd dat het andersom, dat het veel lichter eindigt. En het eindigt ook heel mooi met ik ben voor alles, het nummer gaat over voor alles, ik ben voor alles bang. En dan, het eindigt dan ook, ik ben voor alles bang geweest, maar niet voor jou. Echt, het eindigt eigenlijk heel blij en vrolijk. Ja, precies. En ik wilde juist, omdat Joost Zwagerman het geschreven heeft, wilde ik het niet te zwaar. Nee, precies. Hey, we krijgen een leuke vraag binnen van Danny. En die zegt, Robert heeft zijn eigen stijl qua George, Simi en Claire. Maar wie is zijn grootste inspiratiebron geweest om te gaan tekenen? Ja, die heb ik er niet bij gepakt, dat boek. Had ik kunnen verwachten, deze vraag. qua inspiratie, qua tekenaar vind ik zelf Franquin. In de tijd dat hij Robidoux en Quabernot tekende, vind ik hem nou, echt geniaal. Iedere 10 jaar als ik dan weer een boek zie, dan ontdek ik weer andere dingen. Ja. Toen ik 5 was, vond ik het al geweldig om te lezen. En toen ik 10 was, zag ik van, oh, het is echt een leuk verhaal ook. Toen ik dat snap. Ja. En toen ben ik het later na gaan tekenen. En ik zie ook iedere keer weer, als hij dan
Heeft hij bijvoorbeeld een heel lang plaatje. En dan zie je Robidoux en Cabernaut wegrennen. En dan helemaal aan het eind. Daar gebeurt van alles. Daar, waardoor je denkt dat er in dat hele plaatje heel veel gebeurt. Maar als je het goed gaat bekijken, is de helft van het plaatje helemaal leeg. Hij heeft allemaal van die hele slimme trucs. Ja. En als je dat plaatje voor plaatje bestudeert, heeft hij hele slimme trucs. Hij tekent ook heel veel. Ja, ja, ja. Het, echt anderhalf week. Ja, en zijn lijnvoering is gewoon ongekend. Ja, 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 ja. Ik vind, en ja, ook de manier van bewegen en ook zijn camerawerk. En eigenlijk is, nou, lees je nu ook nog heel veel strips, Robert, op dit moment? Nee, niet heel veel. Ik zie natuurlijk heel veel strips en dan blader ik ze door. maar echt stripverhalen lezen niet zoveel. Nee. Heb je bijvoorbeeld een aanrader nu voor ons? Die zou je eens moeten lezen. Nee, ik daar hebben we het, en daar gaan we het vast ook nog over hebben. Iedere keer is er iedere kwartaal bladzone 5300. Ja. En daar ontdek ik, dat is voornamelijk het werk van Tonio van Vught, de hoofdredacteur. Daar ontdek ik nog steeds nieuwe dingen in. Van, dat is echt anders dan anders. En wat goed van Tonio. Ja, wat goed. Is het een tijdschrift? Ik ken het niet, Robert. Oh. Is het een tijdschrift? Ja, het is een tijdschrift. Het bestaat al heel lang. 1994 is het eerste nummer verschenen. Ik ben een van de oprichters van het... Wat goed. En in de eerste paar jaar was ik ook de uitgever. Het was in het begin was het een beetje een underground blad. Ja. Met soms een hele vreemde voorkant. Niet alleen maar stripachtige dingen. Het is een blad met niet alleen strips, maar ook met interviews. Maar niet alleen stripverhalen en striptekenaar. Het gaat ook over muziek en over film. En het is eigenlijk een soort panorama. Ja. Ja, ik heb die met die blote smurfin op de voorkant. Ja, dat vind ik nu al goed klinken. Ja, dat is die hoor. Ik maak even wat groter, Robert. Ja. Oh, wat goed. Ja. Nou, er zit ook weer een verhaal achter. Dit is een nummer 4. Het vierde nummer wat de uitgave. Het was toen nog een maandblad. En toen zagen we de eerste twee maanden vanaf nummer 1. Dat ze het legden bij de strips. En toen lagen we naast Donald Duck en naast Tina en Bobo. En terwijl wij het blad voor volwassen lezers wilden maken. Niet dat er nou veel seks en geweld in voorkomt, maar gewoon iets intelligenter pijl dan Bobo. Ja. Dus toen dachten we van, nou, dan doen we een blote spin op de voorkant. Kijken of het of ze dan. En toen gingen ze ineens bij alle seksboekjes heel hoog. Ja, dat is heel goed. Ook van de enige in zijn soort, hè? Zeg je dan ook. Nou, wat goed. Nou, dat ga ik zeker even induiken. Niet in die smurfin, maar in het blad. Anders heb ik een probleem thuis. Top man. Hey, wat zien we hier, Robert? Ah. Ja, dit is dus een van mijn hobby's. Als ik aan het tekenen was, dan had ik altijd de radio aan. En liefst de Engelse radio, want daar is de muziek toch net iets leuker. Dus ik heb heel mijn leven heb ik de Engelse radio aangehad. En ontdekte ik ook steeds leuke nieuwe muziekjes, die ik dan kocht. En toen was ik in de jaren 80, was ik wel eens DJ. Maar dan liep je met 40 kilo vinyl te sjouwen en dan was je aan het draaien. En dan had je nog niet dat ene nummer bij je wat je eigenlijk op dat moment had willen draaien. Nee. Dus dat heb ik niet zo heel lang gedaan. Vond ik niet zo leuk omdat ik het niet bij me had. Ja. Maar sinds een jaar of 10 inmiddels alweer bijna heb ik een digitaal apparaat. Je ziet het daaronder staan. Nou, dit is mijn DJ-outfit. Hier zie je dat grote witte apparaat. Het lijkt wel een soort ghetto blaster. Ja. Maar je schrijft er een iPad in. En op die iPad heb ik 53.000 nummers staan. Zo. En bovenop het apparaat heb je twee soort van draaischijven, draaitafels. Waarmee je digitaal kunt mixen en er zitten allerlei effecten op. Dus het is eigenlijk gewoon echt een DJ-apparaat, maar heel klein en compact met boxen. Is die speciaal voor jou gemaakt, dat apparaat? Nee. Het is eigenlijk van Philips. Ja? Het wordt ook niet meer gemaakt. Ik weet niet waarom niet, maar het is echt een heel goed ding.
Ja. Toen ik ontdekte dat die niet meer gemaakt werd, heb ik vlug een tweede nog gekocht. Ja, dus precies. Ik heb een reserve, dus ik kan nog jaren vooruit. Oh, wat goed. Ja. En wat is je muzieksmaak? Wat vind je leuk om muziek om te draaien dan, Robert? Of heel breed? Ja, nee, dat is echt heel breed. Ik word gevraagd voor allerlei festivals. Ik heb een paar keer op het Bluegrass Festival gedraaid, bijvoorbeeld, met alleen maar banjo country muziek. Maar ik draai ook wel eens jazzmuziek of gewoon een dansavond of disco. Ja. En onlangs, want ja, het is eigenlijk het enige in mijn leven wat ik alleen doe. Ik was even deed, maar ik doe het nog wel eens. Maar ik vind het veel leuker om samen te werken met mensen. Ja. En dat ontdekte ik pas toen ik dit een paar jaar gedaan had. Je bent aan het draaien en dan in een café bijvoorbeeld, en dan krijg je gratis bier en je draait je eigen muziek en je krijgt nog geld toe. Het is eigenlijk een feest altijd. Ja. En het is wel een beetje saai, want je hebt eigenlijk geen tijd om met mensen te praten. En, ja. Dus de laatste 2-3 jaar doe ik het liever met z'n tweeën. En dat doe ik. De laatste paar jaar doe ik dat heel vaak bij Comics, Art en Beer. Dat is een maandelijkse stripkunst bijeenkomstbeurs. Met muziek. En dat doe ik samen met een donkere jongen. En noemen we ons George en Jimmy. Ja, heel goed. Dan ben ik George en... Nee, George, we hebben het juist omgedraaid. Oh, jullie hebben het omgedraaid. Dat is een swap, hebben jullie gedaan. Ja, dat is wel heel leuk. Ja, want hij draait dan soms hele zwarte muziek. Maar hij weet net zoveel van muziek als ik. Dus soms draait hij ineens Dolly Parton. En dan ben ik helemaal verrast. Van, wat doe je nu? En dan wil ik daar weer... Oh ja, want we draaien om en om. Oh. En we reageren op elkaars muziek ook weer. Oh, wat leuk. Dat is toch super geloof, hè? Of juist, het tegenovergestelde. Ja, hier moeten wij naartoe, jongens. Ik ben hier nog nooit geweest. Ik woon zelf in Groningen, Rob, dus soms wat ver fietsen. Maar ik wil zeker nog wel een keer, want ik zie het vaak voorbij komen. Als Pam de Bam gaan we het bezoeken. En mogen we ook filmen dan, Rob, of niet? Ja, dat is leuk. Het is iedere tweede zondag van de maand. Ja. In Rota, midden in het centrum van Rotterdam. Het is per trein makkelijk bereikbaar ook. Het is niet ver. Ik ben twee keer geweest, het is echt leuk. Leuk. Ja. Dus, beurs. Dus, nou, bij deze. Dus laten we ook weten als we daar naartoe gaan. Ja, het is meer een soort platform dan dat het nou echt een stripbeurs is. Ja, klopt. Ja, begrijp ik. Mensen kunnen daar hun werk presenteren. En correct. Een beetje, bijna alternatief, maar er zitten ook wel eens commerciële dingen tussen. Ja, leuk. Ja. En dan gaan we opeens van een DJ gaan we naar jou als gitarist? Ja, nou wat ik al zei, het is veel leuker... gitarist. Ja. Gitarist, oké. Het is veel leuker om samen dingen te doen. Ja. Dus, zo ook in dit geval... het is heel leuk om muziek te maken. En dit was een optreden. We doen dus ook driestemmige dingen. Het grappige is, op een gegeven moment was er hier in Rotterdam was er een koor, popkoor met popmuziek. En dat ben ik op een gegeven moment bijgenaam. Er zaten allerlei muzikanten in die niet meer optraden. Ik heb heel mijn leven al in bandjes gespeeld, maar op een gegeven moment werd het moeilijk en cafés deden geen bandjes meer. Dus iedereen was een beetje gestopt en toen ben ik in een popkoor gaan zingen. En er kwamen meer mensen op af, meer ex-muzikanten. En we bleven, na het repeteren met dat koor, bleven we bij de bar blijven hangen. En uiteindelijk bleven we altijd met 4 dezelfde mensen hangen. Ging iedereen op een gegeven moment, gaat die naar huis en dan gaat die naar huis. En die 4, dat zijn dus deze 4 die je nu op de foto ziet. Wat cool. En... ja, want toen iets van, ik vind zingen heel leuk. Oh, ik heb een basgitaar thuis en ik heb een gitaar en die andere kon goed drummen. Laten we een keer bij elkaar komen om te kijken of we een band kunnen samenstellen. Wat leuk. En dat was zo leuk dat we eigenlijk met dat koor nu gestopt zijn en met die band heel veel optreden. Dat is zo geweldig. Ik heb even in de reacties even de URL gezet van de YouTube-kanaal. Oh ja. Zodat mensen dat kunnen volgen. En als je mensen dat laten bekijken, is als je gaat zoeken op
Dit The Band in het Engels. Dit in het Nederlands The Band in het Engels aan elkaar. Ja. Op YouTube, dan kom je uit bij Dit. Ja, ja, want dan, had ik nog niet verteld dat mijn band heet Dit. En dit is heel leuk. Dit is een hele leuke band. Oké, ik ga eens even wat groter maken. Niet missen. Kan ik ook jouw logotje nog even laten zien? Ja, ja, kan ik een CD kopen of een LP of een cassettebandje? Nee, nog niet. We zijn niet zo lang geleden de studio in geweest en hebben 23 nummers geloof ik opgenomen. Nou, uiteindelijk gaan we daar een stuk of 15 van een album van maken. Ze worden nu gemixt. De basgitarist is heel goed in mixen en is dat nu aan het doen. En als het dan af is, dan hebben we dus wel een album. Maar we hebben al besloten van, nou, we gaan hem niet op vinyl doen, want dan moet je de oplagen zo hoog maken, wil die per stuk betaalbaar zijn, dat je er weer honderden overhoudt. Nou, in cd's doen we ook niet, dat koopt helemaal niemand meer. Cassettebandjes. Ja, we hebben ook aan gedacht, maar... Ja. Nee, we gaan nu een boekje doen. Ja. En in dat boekje staat dan per nummer staat dan de tekst, zodat je mee kunt zingen met die nummers. En dan bij elke tekst doen we de ene keer een foto en de andere keer een stripverhaaltje. En een interview met Paul McCartney over dat ene nummer, bijvoorbeeld. Ja. En dan achterin staat er een QR-code. En daarmee kom je bij het album op Spotify of iTunes. Oh, wat goed. Ja. Dus dat boekje is dan te koop. Ja. En de muziek is gratis. Ja, wat goed. Nou, vind ik een hele creatieve, maar dat had ik ook niet anders van jou verwacht. En je hebt bijna, zoals een bandlid betaamd, ben jij gaan daten met de zangeres? Ja, ja. Ja, dat, ja. Dat is nog niet zo lang. We spelen al veel langer samen dan dat we iets hebben. Oké. Okay. Maar we zagen elkaar zo vaak en het was zo gezellig iedere keer dat... Dat doe je goed, hoor. Dat doe je goed. Dit doe je goed. Dit doe je goed. Wat goed. En ze kleurt dus ook mijn strips in. Oké. Okay. Dus dat is altijd... Ze kleurt je leven, hè? Ze kleurt je leven. Dus dat is wat goed, man. Maar tekent zij ook? Ze kan het wel, maar ze vindt het... Ze durft niet naast mijn tekeningen iets te laten zien. Oh, ja, precies. Ja, dat gaat vast nog wel gebeuren. Ja, ja. Oh, wat leuk. Ja. Heerlijk. Ja, wat een baas wordt er gezegd. Nou, dat mag ook even gezegd worden. Dat is helemaal goed. Oh ja, hier zie je mijn nieuwe gitaar. Ik heb sinds een half jaar, heb ik een Rickenbacker gekocht. Daar ben ik heel blij en heel trots op. En Rickenbacker is, ja, je ziet hem net niet goed. Maar het is de gitaar ook die bijvoorbeeld John Lennon ook altijd had bij zijn optredens. Ja. En, maar ook de Birds zijn heel bekend geworden met hun 12 snaren Rickenbackers. Maar ook later punkbands, Paul Weller van de Jam, had ook Rickenbacker. En nou, het zijn echt de fijnste gitaren. Ze zijn heel duur. Ik heb hem dan ook tweedehands moeten kopen, omdat ik een nieuw niet kon betalen. Mm. En ik vind die 12 snaren qua klank vind ik heel erg mooi. Dus ik had bijna een 12 snaren gekocht. Ja. Maar hij is heel bepalend, die klank. Nou, zoals de Birds klinken altijd als de Birds, dankzij hun 12 snaren gitaren. Maar wij spelen heel afwisselende muziek. Dus nu heb ik een zessnarige gekocht en een elektronisch kastje. Ja. Waardoor hem met een knop, met een druk op de knop met mijn voet, klinkt die 12-snarig. Oh. En dat is echt heel erg goed 12-snarig gemaakt. Oh, wat goed. Ik kan nu per nummer afwisselen van, dit is mooi, leuke 12-snarig. Maar schrijf jij ook nummers? Nee, dat doen we eigenlijk niet. We spelen vooral covers. Soms onbekende covers, maar... maar we voeren ze ook anders uit dan dat je het origineel kent. Oké. Dus dat kan van alles zijn. Het kan een nummer uit de 40e jaren zijn wat we in een salsa versie brengen. Of een punk nummer wat we als jazz versie brengen. Of alles. Het is allemaal heel afwisselend door elkaar. En we zien ook heel vaak dat mensen in het publiek die dan... elkaar aanstoten van, weet jij van wie het origineel is? Doe een soort wedstrijdje, wie dan het eerste weet wat het origineel is. Leuk voor de quiz. Ja, absoluut. We hadden afgelopen zaterdag al een mooie naam voor je album, Robert. Dat is gewoon Kroftwerk. Ja, dat heb ik mezelf ook wel eens aan gedacht, hoor. Ja, toch wel, hè? Ja, nou ja. Dus, Kernkroft. Kernkroft, ja, het kan allemaal.
Wat, nou bedanken voor dus even van dat mensen jou even leren kennen wat je allemaal doet. Mm-hmm. En we kunnen meteen een leuk bruggetje maken, want ik had aan jou gevraagd, Robert, welk album gaan we lezen? En dat was album nummer 10. Dus wat ik even doe, ik sluit mijn camera even aan en dan gaan we even doorbladeren. Yes. Even kijken, en dan zet ik eens even het source. Oké. En jullie hadden hem allemaal kunnen krijgen trouwens? Of, Ja, ik heb het idee dat deze ook een eerste druk is, althans. Want hier staat nog uitgave Oberon op. Ja, dat is inderdaad de achterkant. Ja. De eerste. Nou, ik pak hem er even bij. Mm-hmm. Hij was overal uitverkocht. Ik ben bij Akim geweest en ik ben bij De Fantast geweest. En ik heb hem helaas niet gevonden. Dat is een heel goed teken. Ja, ik, heb een Speed gelezen, dat wel. Ja. Nou ja, ja, dat is dan... Ja. Ja, daar hebben we het dadelijk even over. Dus, ja. Even kijken. Dus, ja, ik heb dan de hele collectie van Lecturama. Ja. Daar staat in. Wat ik heel leuk eraan vind, er wordt in het begin heel veel verteld over Shosha Shimmy. Ja, wie heeft het geschreven, Robert? Weet je dat zo, in het begin van de Lecturama? Nee. Want het is wel heel informatief inderdaad. Ja. Het is waarschijnlijk iemand van de Apple-redactie geweest. Misschien Maarten Welleman? Nee, Meerten Welleman. Nee, Meerten, sorry. Nee, ik denk dat Dirk Snowdijk dat geweest is. Oh ja. Maar goed, we hebben nummer 10. Dat was, we gaan misschien een keer een 10 uitzending doen. Dat we alles gaan lezen van de nummer 10. Want, mag ik daar iets over vragen, over die titel? Ja. Je had de lefgozers, maar dat is eigenlijk toch van de giflozers, toch? Ja, precies. Eigenlijk, we wilden het zelf de giflozers noemen, maar dat mocht niet van de redactie uitzijden. En in het album staat op pagina 2, volgens mij, staat wel... Dit is niet het echte album, want dit is Lecturama. Oh ja. En daar staat wel... Ik weet niet of het bij de eerste druk al was, maar bij latere drukken staat er in ieder geval wel de giflozers. Nee, hier staat 10 jaar George en Jimmy staat er aan de binnenkant. Oh ja, dat is waar. Ja. Maar dit is meteen een mooi bruggetje van... trouwens, ik heb hem weer met heel veel plezier gelezen. Ja. Dit is, ik heb ook nog de oude Eppo's. Dus heel veel strips, die ken je dan wel. Maar dan komt het weer een beetje terug. En je leest het weer wat anders. Maar bijvoorbeeld dit soort dingen vind ik echt geweldig. Dat ze, het ziet er echt heel grappig uit. Ja. Wat ik zo mooi vind van de strips... Je was eigenlijk je tijd ver vooruit, hè? Vond ik. Qua grappen en wat... Qua grappen, De grens op Ja, zeker. Ja, dat daarom Jan en Wilbert waren echt geniaal bezig. Ja, vind ik wel. Nou, ook want Wilbert die maakte vaak schetsjes, of eigenlijk iedere keer. En die waren voor mij ook soms heel inspirerend. Het waren soms zulke rare schetsjes dat, dat waren helemaal ondersteboven of binnenstebuiten. Maar daar probeerde ik dan weer iets tastbaars van te maken. Dit is ook een heel leuk... Dus, weet je, ik heb ook dus de lange verhalen gelezen. Daar komen we dadelijk even op. Maar eigenlijk waren dit soms ook wat lange verhalen. Maar dan verpakt in een gag. Want hierin zie je dat... kolonel, eigenlijk was dit het verhaal... Je wilt stoppen met wilt gaan stoppen met roken. Tenminste, dat wordt een... Sally vindt dat moet. Maar wel is steeds iedere pagina de humor. Zit de clue in. Ja. Maar hij gaat wel gewoon door met dat thema. Dus eigenlijk waren dit al lange verhalen, maar dan verpakt als één pagina strips. Ja, ik snap hem. Ja. Want het was de thematiek. En dus hebben we zo verslaafd. Dat alles verbranden en dan zit hij. En alweer. En hij eindigt het ook wel heel grappig. Soms in een, en dat vond ik wel super grappig. Dus het is, en ook met thema's die nog steeds, het is ook niet verjaard, hè Robert? Dat is ook wel heel knap. Soms in de achtergrond, als iemand staat te telefoneren, dan had hij toen nog, zat het vast met een snoer. En dat soort dingen aan de wereld eromheen kun je soms zien dat het oud is. Ja, Mr. Q zegt ook iets leuks. Je had altijd de Michael Jackson, de Michael Clarkson. En hij zegt ook in die pagina net met roken zag je ook Gilles de Geusmasker. Dat verwerk je in achter. Ja, goed opgemerkt. Ja, maar dit was ook een lang verhaal in de Lefkoosjes. Ja, we hebben het zelf hebben drie keer een lang verhaal gemaakt van 4 pagina's. Ja. En eigenlijk vind ik er maar eentje echt geslaagd. Want, welke was dat? Die staat niet in dit album, dat ze op wintersport gaan. Dat de kolonel achter Beatrix en Klaus aan probeert te rennen. en Sir Jimmy
krijg op het laatst, bijna op het laatst ruzie met Willem-Alexander en slaan hem helemaal in elkaar. En, mocht ik hem ooit ontmoeten, dan wil ik vragen of hij die strip gelezen heeft destijds. Ja. Kan als je maar authentiek blijft, zeggen ze dan. Ja. Dit vond ik trouwens ook heel leuk, dat weet ik nog aan toen ik dit las, dat die Nike en die kleding, dat was echt een dingetje. Ja. En daar hadden George en Jimmy ook heel goed eigenlijk op ingehaakt. Hè? Op, ja, ja, ja. Maar dat kwam wel, wij wonen alle drie midden in het centrum van Rotterdam, dus je tekende eigenlijk wat je om je heen zag. Ja, ja. Waren jullie vroeger ook altijd verliefd op Sally? Nee. Ik wel namelijk. Ik ja, ja, ja. Oh ja, ja. Dat was ja, er zaten ook soms wel wat uitdagende panels bij natuurlijk. Hè. Nu, in Speed zat natuurlijk die panel met haar borsten. En ik heb laatst ook nog dat andere boek gelezen waar ze in de douche staat en zo. Ja, ja, en toen ik dat las, ja, toen was ik, weet ik veel, 12 of was zo. Je, dat was je wel verkocht, ja. Inderdaad. Was ik wel verkocht, ja. Hey, waar ik even met jou over wil hebben, Robert, over de lange verhalen. Ja. Ik heb, dit is even kijken, dit is een album trouwens, heel raar, je staat het eerste album eigenlijk in wat je hebt uitgegeven, dus Social Shim in een Rebellenclub. Ja, ja. En hier zie je ook nog wel de evolutie van Social Shim, zoals jij die hebt getekend. Was nog zoekend, ja. Ja, was nog zoekend, ja, nee, absoluut. Ja. En wat zie je eigenlijk altijd, ik bedoel, als je mij vraagt, het eerste logotje wat we ooit hebben gemaakt, maar dus dat evolueert. Toen kwam Speed, tenminste heel wat album later, nummer 37. Ja. Maar dit is niet door jou getekend? Nee, nou de cover dan wel. Maar de verhalen die daar in dat album staan, niet. Oh. Nee. Nou, dat kwam eigenlijk omdat Short and Shimmy, die werden op een gegeven moment zo populair, dat ze het hele blad Eppo het Short and Shimmy stripblad wilden gaan noemen. Ja. Ze wilden eigenlijk zoiets als Donald Duck, wilden ze... eigenlijk liefst elke week 6 pagina's. Ja, ja, ja. Nou ja, zoals ik al vertelde, doe ik 3 dagen over een pagina. Dus dat is helemaal niet. En uiteindelijk zijn het kortere verhalen van 4 pagina's geworden. Maar dat kan ik nog steeds niet aan. Dus ze hebben toen een aantal Spaanse studio's waar ze contact mee hadden, hebben ze aangeschreven. Die tekende ook al voor het blad Donald Duck en voor Tina en de Bobo en alles wat die uitgeverij uitgaf. En er waren er uiteindelijk 3 studio's die het konden. Ja. Bij 1 van de studio's was er eigenlijk maar 1 tekenaar die het echt een beetje kon. En dat die zien we hier, denk ik. Je ziet, daar, als je nu stopt, dan zie je vlak boven het laatste plaatje, zie je daar een afkorting. En de eerste is de tekstschrijver. Dit is geschreven door Mars Gremmen. Oh. Ja. En de tweede is CP, de Studio Comic Cup. En zo staat er bij ieder verhaal staat er wie het geschreven heeft en wie het getekend heeft. Want Jan en Wilbert schreven deze verhalen ook niet. Okay. Maar we hadden wel de regie over alles. Ja. Het verhaal ging eerst bij Jan en Wilbert langs en die veranderden dan van alles aan tot het was zoals zij dachten dat het moest zijn. Ah. En ik kreeg de potloodschetsen van deze tekenaar, kreeg ik per fax toen nog zelfs. En daar gaf ik dan weer op aan van wat ik anders wilde en dat moest dan weer vertaald worden, want die Spanjaard die sprak en geen Nederlands, maar ook geen Engels. Dat is wel heel interessant hoor, want weet je wat mij opviel? Want ik heb een paar van die verhalen gelezen, ik maak het beeld even weer wat groter van ons. Ik heb een paar van die verhalen gelezen en Speed vond ik echt heel goed. Ja. Maar een aantal van die lange albums waren wat minder ook qua tekeningen. En... ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is om kwaliteitscontrole te houden over iets wat je niet zelf maakt. Ja, ja, dat is zeker waar. En, we hebben wel ons best gedaan. Er is 1 album, uit mijn hoofd heet dat Voltreffers. Ja. We wilden het Mistboxels noemen, maar dat mocht ook niet. want het was eigenlijk zo dat op een gegeven moment had de redactie dus verzonnen van we willen langere verhalen in het blad. Maar op de achterkant wilden ze eigenlijk nog onze Short & Shimmy 1 pagina grappen. Oh ja. Maar wij hadden iets van, dat kan je niet in 1 blad doen. Als je een vals briefje van 50 in je handen hebt, dan valt dat nog wel mee. Maar als je een echte in je andere hand hebt, dan zie je het verschil ineens. Ja. Dus daardoor hadden wij iets van, nee, dat willen we niet.
Nee. En toen heeft de redactie heeft een andere tekenaar buiten ons om. ik ga zijn naam niet noemen, want dat is flauw. Gevraagd om die één pagina grappen te maken. Maar die waren echt best wel echt slecht getekend. Ja. Was het een Nederlander? Ja. Okay. Ik weet ook wie, ik zal het dan niet zeggen wat ik niet wil zeggen, maar... Want dat is ook met die bordjes, toch? Van de Super de Boer. Daar zit hij toch ook achter? Of niet? Nee, daar heeft hij niet aan meegewerkt. Ah, dat dacht ik zo. Dacht ik. Maar goed, die één pagina grappen, dat is na een half jaar is dat gelukkig toch gestopt. Toen zag de redactie toch ook wel in van, nou, we moeten iets anders verzinnen. Ja. En die, maar die pagina's die zijn verzameld in het album De Voltreffers, ja. Waar Sven Simi pannenkoeken doorschieten, vandaar dat wij iets hadden misbaksels. Want het stond er helemaal niet achter die pagina. Nog nee. Hoe lang heeft die Spaanse inquisitie, zeg maar, geduurd? Want jij kwam weer terug op den deur? Nee, dat is... Op 3 oktober en toen... even kijken, in 1988 is Sven Simi stripblad ontstaan en tot... Wat was het? Het jaar 2000, 1999. Ik weet niet wanneer het laatste nummer verscheen. Dus we zijn wel 12 jaar bezig geweest. En als we kijken naar nummers, Robert, vanaf... Albums. Vanaf welk album, tot welk album heb jij dan getekend? Ja, ik heb tot en met 14 en album 17. Dat is een soort verzamelalbum. Is 17. Oh, ja. En alle andere albums zijn van... Ja, dat is album 17. Ja. Er staan niet alleen strippagina's in, ook maar korte grappen en cartoons. Oh, maak even wat groter. Oh, gesigneerd. Ja. Ja. In mijn jonge jaren nog in Breda. Toen stond ik al in de rij, Robert. Ja. Leuk, hè? Maar het is ook leuk, er staan ook foto's in van de jeugd. En er staat eigenlijk de hele ontwikkeling van George Sheeran. Ja. Dit album eigenlijk ook wel een van de leukere. Ja hoor, ja. Dat wil ik ook even laten zien als het kan. Er stond ook, je hebt in de Apple had je zo'n reuzenposter of zo. Oh ja. En volgens mij staat hij ook in dat album. Ja, maar dan klein. Maar dan klein, maar dan weet je een beetje hoe die eruit... Er waren acht dingen tegen elkaar, zoiets was het, hè? Ja. Dat was erg leuk, want die hing ook echt op mijn kamer. Oh, wat leuk. Ja. Alleen, toen na verloop van tijd scheurt dat toch af. Dus ik vind het wel jammer dat ik die niet meer heb, maar zo heb ik hem toch een beetje. Ja. Oh, wat grappig. Nou, misschien... Wie heeft eigenlijk de rechten van de George Sheeran die jij getekend hebt? Ja, dat is een heel ingewikkeld verhaal. En daardoor is het... het is een heel lang verhaal. En we zijn er heel erg mee bezig. Nou, over de naam George & Simi... daar liggen de rechten dan bij de uitgeverij. Ooit Spaarnestad. En dat werd de Oberon. Amsterdam boek. Geïllustreerde pers. VNU. Fusie op fusie op fusie. Sanoma. En nu liggen de rechten bij DPG. De persgroep of zo. Ja, die dus ook de Algemeen Dagblad en dat ik wat voor boeken en tijdschriften allemaal uitgeven. Maar over de tekeningen die ik gemaakt heb, daar zou ik waarschijnlijk de rechten over hebben, maar ik mag ze geen George & Simi noemen. Dus we kunnen eigenlijk niks zonder elkaar. George & Jimmy. Dan maar. Ja. Nee. Ja. Druk, maar ja, dat, ja, dat wil niemand het meer hebben. Dus, nou, wij met Jan en Wilbert zijn heel lang bezig geweest. Eerst met Sanoma, om te kijken of we de rechten konden krijgen of konden kopen. Of, dat wilden ze niet. Ze wilden het wel van ons afkopen. En dat was bij elkaar best wel een bedrag, maar we moeten het met z'n drieën delen en belasting over betalen. Dus er bleef uiteindelijk toch veel te weinig over. Dat wilden wij ook niet. Nou, dan kan je dus naar een rechtbank gaan om te kijken wie er wint. En dat had ik geen zin in. En Jan wilde het niet. En die uitgeverij ook niet trouwens. Nou, sinds 1999 heeft Sepp van der Kade van het blad Strip Glossy toestemming gekregen om 4 pagina's per jaar te laten maken. Ja. Ik heb even wat visual. Ja, wat ik doe deze. Ja, want ik had, dit is de Belgische variant. En jij hebt... En er staat dus vanaf dat moment ieder kwartaal 1 pagina George & Simi in Strip Glossy. Nou ja, je hebt hem ook. Nee, ik heb hem ook. En... maar goed, het zijn dus 4 pagina's per jaar. Voordat je dan een heel album bij elkaar hebt, ben je dus weer 11 jaar verder. Ja. Want dat is wel het doel, om gewoon weer een album. En
staat er in het blad Jump, wat ook uitgegeven wordt door Personalia. Uitgeverij, ja. Personalia. Personalia, ja. Staat er iedere maand een oude pagina in, die al ooit een keer in Apple gestaan heeft, maar dan een beetje opgeknapt en bijgewerkt en opnieuw gekleurd en weer een hele frisse uitstraling. Ja. En dat gaat een stuk sneller. Dus misschien dat we dan op een keer een soort best of die nieuwe met nog een paar oude albumpje kunnen uitgeven. Ja. Ik zit zelf te denken, over 2 jaar, 2025, dan ben ik 50 jaar de tekenaar van George & Shinny. Een halve eeuw. Ja. Wow. Zo. Dat zou leuk zijn als je op dat jaar dan een of ander album zou verschijnen. Ja, dat is gaaf. Dus, ja, maar de rechter is dus nog wel een dingetje. Ja, ja. Maar als je nog een copyright jurist nodig hebt, Robert, dan... Ja, dat is Kikker. Kikker is jurist. Oh, wauw. Dus Sepp van de Kade woont ook in Groningen. Dus, ja, precies. Keer met elkaar praten, dan... Ja, precies. Ja, maar dat is wel een dingetje. Ik kan me voorstellen dat jullie handen jeuken om daarmee verder te gaan. Ja, of in ieder geval die oude albums weer op te frissen en uit te geven. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Hey, we hebben, even kijken, we hebben nog een aantal opmerkingen. Dat is wel even leuk. Hey. Van Mr. Q, ik vind de cameo optreden van Robert in de stripjes zo leuk. Ah, ja. Ja. Ja, dat soort dingen doe ik ook wel. Ik ben niet zo heel goed in karikaturen, maar ja, als ik een beetje mijn best doe, kan ik het wel. En mezelf heb ik vaak genoeg geprobeerd te tekenen, zodat ik mezelf ook wel eens in de achtergrond kon tekenen. Zeker. En ik teken, zeker bij George & Shimmy, mijn leven verwerkte ik heel vaak in de achtergrond. Dus je kunt ook een heel George & Shimmy album samenstellen met allerlei muziekdingen die ik op dat moment leuk vond. Met die punks en later met de hip-hop. Dat gaan we misschien ook nog wel eens doen. Cool. Leuk. Ik geloof dat Chuck vaststaat. Ja, hij is bevroren. Ja, of er is het anders dan al. Heel goed aan nadenken. Wat ik net zei, iemand vroeg ook van ja, Duo Penotti kan niet meer. Nee, uiteraard niet. Nee. Maar ik zag wel iets leuks. Dit. Ik heb een dekseltje nog. Ik weet niet of ik het goed kan laten zien. Oh ja. Daar vroeger kon je bij Duo Penotti of pindakaas of iets, kon je een George & Shimmy sparen. Dat zal wel Duo Penotti zijn geweest dan, ik heb gewoon dat dekseltje nog. Ik ken hem niet. Ja, die zat toen al sticker erop en dan kon je met zegeltjes kon je dat dus sparen. Dus dat was wel heel erg lachen. Oh, wauw. Ja, ik weet wel van de actie van Jumbo supermarkten natuurlijk. Ja, daar bedoel ik. Nee, dat was dit weer niet. Nee, want dat waren echt bordjes en dingen die je kon sparen. Ja. Hele heftige reclame ook. Ja. Dat moet je maar eens opzoeken op YouTube. Dat is echt heel grappig. Mokkenborden, zoiets. Ja, nou, nu Jacques er nog even niet is. Ja, ik denk, ik had wel dingen klaar liggen. Misschien kan ik gewoon eens laten zien wat ik van jou heb. Gewoon even tussendoor, nu we toch even moeten wachten. Oh, daar is Jacques alweer. Ja, ik denk de eerste. George & Shimmy nog even, ook de eerste. Ja. Die had je voor mij gesigneerd. Toen ook al. Ik weet niet. Oh ja, hier. Dat komt. Ja, leuk. Ja. Hetzelfde tekeningetje als in het andere album. Ja. Maar wel leuk, ook de eerste. Ja. En ik had natuurlijk Dropje Water nog. Oh ja, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Ja. Nee, ik dacht dat wil ik nog even noemen, want die heb je natuurlijk meerdere boekjes gemaakt. Ja. Ja, en het rare is dat de oplage van Dropje Water is echt zo gigantisch hoog. Iets van 3 miljoen zijn er intussen van verschenen. Oh. Ja. Eigenlijk als educatie toch voor op de basisschool. Hè? Ja. Dat bedoelt inderdaad. Dat was echt heel saai onderwerp natuurlijk. Het gaat over de grondwaterpeil en over rioleringen. En, natuurlijk lekker veel Claire heb ik ook in mijn kast nog. Ja. Oh ja, want toen wij dus Jan Wilbert en ik stopten met George & Shimmy, omdat die Spanjaarden ging, toen hadden we dus ineens 3 dagen per week over om iets anders te doen. Ja. En toen zijn we... We vroegen altijd aan de redactie of de uitgeverij van, kan je George & Shimmy niet een keer in het buitenland kwijt, in Duitsland of Denemarken, weet ik niet. Ja. Ja, nee, het is veel te Hollands en nou, dat geloofden we niet. Dus toen zijn we zelfs met z'n drieën zijn we in de auto gestapt en naar de eerste uitgeverij over de grens, op de eerste verdieping, de eerste deur links, was de redactie van Flair. Oh ja. En toen hadden we iets van, we hebben een hele leuke strip, kunnen jullie die niet in Flair zetten? Ja, het past niet zo goed in Flair, maar als je zelf iets nieuws kunt maken,
En dat was net op het moment dat die overgang was naar die langere verhalen. Dus toen zijn we Claire begonnen. Ja, perfecte naam. 30 jaar ingestaan. Heerlijk. Ja. Ja, ik had ook hier nog een pagina, maar dat is dan denk ik van de Spaanse studio. Ja. Origineeltje, die staat dan ook in het albumnummer deze. Oh ja, ja. Ja, dat is inderdaad. Ja, ja, dat is dan ja, een Spaanse studio. Ja. Heb gevonden via Tinka Tabiki of zo. Ja. Maar ik vond het wel leuk om dat te hebben. En ik had er nog eentje, maar die is denk ik wel van jou. Maar ik vraag het me af. Ik weet niet uit welk album deze komt. Officieel uit een later. Ja, hij is wel van mij. Ik herken het verhaal, maar ik weet uit mijn hoofd ook niet in welk album. Nee, ik zou dat moeten. Maar die hangt echt wel in een lijstje bij mij in de slaap. Ja, mooi. Ja, leuk. Oh, wat een eer. Ja, dus hij heet nu niet voor niets de stripverzamelaar. Nee, dat is waar, ja. Dus hij doet zijn eer. Hij er wel iets mee te hebben, ja. Hij doet zijn naam natuurlijk eer aan. Ja. Hey, ja, we hebben nog, denk nog 5 minuten. Nog een klein rondje. Wat hebben we nog gelezen? Heb je nog wat anders gelezen? Robert, heb jij nog wat leuks gelezen afgelopen week? Zo. ik kijk even om me heen. Nou, er schiet me nu even niks te binnen. Nee. Nou, ik kan me ook voorstellen, je bent zo druk bezig met allerlei dingen, ook met muziek maken. Mm. Nou, nu zit even jouw leven in het muziekstromingen. Ja, met die band treden we ook heel veel op. Echt, ja, waarom? Echt, de laatste paar maanden, bijna ieder weekend hadden we wel ergens een optreden. Kom je wel eens in Groningen, Robert? Nee, we houden ons eigenlijk bezig met vooral Rotterdam. En Gouda gaat nog net. En Dordrecht ook nog een keer. Veel verder liever niet. Tenzij we op het festival, Noorderslag Festival mogen spelen. Ja. Dan rijden we ineens helemaal naar Groningen. Ik krijg even een bezorgde alles verder goed, Jacques. Ja, alles gaat goed. Maar wat gebeurde er net? Mijn computer stopte er opeens 1 keer mee. Maar de uitzending gaat dan door. Want daar merkten jullie niets van, denk ik. Nee. Dus dat heb ik wel goed geregeld. Maar mijn computer die kreeg opeens zo'n... ik kreeg zo'n Apple met zo'n streep er doorheen. Dus ik dacht, jeetje, wat gebeurt er nu? Ik heb wel een reservecomputer. Maar hij deed het opeens weer, dus zeg het maar. Dat moet ook een keer gebeuren. Maar ik heb mijn safety... het gaat altijd door. Zelfs als ik hier wegval, dan gaat het nog door de show. Dus dat is alleen maar goed. Van mijn vorige bands heb ik wel eens in Groningen opgetreden, trouwens. Welke band? De band heette Zorro. Oh. Was, ja, ook zo'n soort band met covers op een andere manier, maar dan weer meer punky. Maar toen ontdekten we dus dat je inderdaad, je moet een uur van tevoren minstens aanwezig zijn. Het is vanuit Rotterdam is het een uur of 2,5-3 uur rijden toen. Uh-huh. Uur van tevoren en dan sta je 3 kwartier te spelen, daarna moet je weer inpakken en weer 3 uur terug. En je bent echt een anderhalve dag bezig om weer te komen en voor een 3 kwartier spelen. Dus, wat in Groningen waarschijnlijk ook niet zoveel oplevert. Uiteindelijk niet. Ik kon net de reiskosten betalen, die bus moet huren. Ja, maar je bent veel tijd kwijt met reizen als je gaat optreden. Ja. Dus dat is. Te beperken. Toevallig, en ik ben een podcast aan het luisteren, Ervaring voor Beginners van Theo Maassen. Ja. En het heeft met Irene Dierijk optreed. En dat had afgelopen zaterdag op weg naar huis van Zwolle, dat we daar de nieuwe garde waren bij de stripbeurs. Naar huis was ik de aflevering met Gerard Cox aan het luisteren. En die had het er ook over. Dat was een van de dingen wat hem meest tegenviel in het theater staan, is het reizen. Dat je gewoon. Een halve dag moet reizen om dat je bijna vermoeid eraan komt. Ja, en weer terug. Precies. Dan kom je eindelijk weer een keer thuis aan. Heb jij nog wat leuks gelezen, Kikker? Ik heb Speed gelezen in de volle overtuiging dat het een boek was van Robert van der Kloff. Ja, had ik niet me goed in verdiept dan blijkbaar. Nee, maar was maar leuk? Goed, ik vond Speed heel vermakelijk. Ja, ik ook. Ik vond leuke humor, leuke gags en heel snel gelezen. En ik heb deze ook gelezen, dat liet ik net ook al zien. En wat mij eigenlijk hieraan opviel is dat het niet echt gags zijn, hè? Het zijn gewoon een soort van verhaaltjes. Ik kon er niet echt om lachen of zo. Het is wel grappig om, zeg maar, strips uit die tijd te lezen, maar het is niet echt dat er een punchline in zit of zo. Nee. Nee.
Nee, het is heel liefelijk. Dat kwam uit die tijd. Ja, ja. Ja, het was ook, wat, wat wel een puntlijn is, ik weet niet of jullie het kennen. Dit heb ik gevonden op de nieuwe garde. Ik kende dit eigenlijk nog niet, Archibald, maar het schijnt best wel bekend te zijn. Ja. Het was een beetje Gumba-achtig. En ja, ik vond het echt heel grappig. En hier, deze bijvoorbeeld. Ik weet niet of je dit kan zien. Mm-hmm. Wat gingen we ook alweer doen? Neuken. Oh ja. Oh ja, geil. Dan de mensen als blijde verrassing. Ja, ja, ik moest echt keihard om lachen toen dit voor de eerste keer. Ja, wat goed, man. Wat goed. Echt leuk, Archibald. Ja, Archibald. Nou, dat gaan we ook goed in de gaten. En ik had nog de first appearance van Galaxa gelezen. Die ken ik nog niet. Kijk, het is de eerste keer dat Galaxa voorkomt in de Rode Ridder. De toverspiegel. Ja, hier is ze gelijk al sexy. En ik krijg ze gelijk ook al een soort van relatie met Johan. Ja. Een soort spoiler natuurlijk. Ja. En ik heb deze gelezen van de Hollandse manga van onder andere René Rientjes. Ja, ja. Cool. Ga je dan nog een vlogje over maken? Ben ik wel benieuwd naar. Dat weet ik nog niet. Even doorbladeren. Nee, even kijken. Nee, precies. Ja. Leuk. Marvin, heb jij nog wat leuks gelezen? Nou, ik heb ook op de beurs een blad gekocht van ook een wat nieuwere tekenaar. Hij doet het al lang hoor. Ook voor het magazine Brul van Roodblad. Ja. Robin Barneveld, die heb ik ook gelezen. Erg leuk. Het lijkt een kinderstripje, wat het natuurlijk een beetje is. Hij heeft trouwens wat merch erbij gedaan, een stickertje en zo. Ja, ja, ja. Leuk. Maar ik vond het wel een leuk stijl en ook een grappige strip. Dus die heb ik ook gelezen. Oh, cool. En voor de rest ben ik gewoon nog steeds met die omnibussen bezig. Ik heb natuurlijk een dikke stapel liggen. Ja. En voordat je daar doorheen bent, ben je weer een paar weken verder. Dus dat is een beetje wat ik gelezen heb. Oh, cool, man. Nou, ja. Want Robert moet zo optreden. Het enige wat ik even kan zeggen, dat ik eindelijk mijn web van Spider-Man compleet heb. Eindelijk, nummer 110. Dat was de enige die nog een brak in mijn collectie. Dus die heb ik ook bij de Fantast kunnen scoren. Mooie uitgave, dus daar ben ik blij mee. Dus deze heb ik nu eindelijk compleet. En ik heb nog heel veel boeken gekocht. Ja, klein beetje maar. Ja, echt heel veel. En ik heb gisteren deze gelezen. Kennen jullie deze? Batman in Europe, in Europa? Nee. Nou, deze is briljant. Je maakt nog wel een vlog over. Deze is zo briljant, want hij gaat een team-up doen door Europa samen met zijn nemesis. Ik laat het even zien, dat was echt zo gaaf. Dat samen met de Joker. Dus samen met de Joker gaat hij door Europa. Ja. En waarom? Dat vertel ik wel een keer in een vlogje. Of volgende week. Kijk nog even. Dus, maar zo mooi getekend. Dat is echt... het is echt een beauty om te zien. Het is echt de moeite waard. Prachtig. Ja, leuk. Hey, wanneer gaan we naar Comics Art & Beer mannen? Ja, zeg maar. Wanneer is het weer? Het is... Iedere tweede zondag van de maand, behalve volgende maand, dan is het Pasen. En dan komt er waarschijnlijk iets ingewikkeld. Ik vind het iets van mei. Ik vind het wel mei of in de zomer vind ik het ook wel leuk. In juli en augustus is het niet, want het is in een soort serre achter. Het is in Rotan. Rotan is een soort popzaal in Rotterdam. En daarachter is een soort serre en daar wordt het altijd gehouden. Juni dus ook. Juni. Juni nog wel. Ja, dat is Juni zou misschien wel heel mooi zijn. Dus het zeker. Zonnetje mooi schijnt. Moment. En dan ben ik heel benieuwd naar wat jullie allemaal doen. Naar de DJ. Leuk, man. Ja, naar de DJ's. Ja, natuurlijk. En naar die Philips Sound System. Dat is de Hidden Sound System. Ja, ben ik heel benieuwd naar. Ja. Ik doe, omdat ik twee van die apparaten hebben, dan gaat Tamara, de zangeres van de band, gaan we ook wel eens met z'n tweeën, met twee van die apparaten naast elkaar. En dat ziet, want Remy, nee, George, ja, hij heet George. Ja. Die draait ook digitaal, maar dan vanaf een laptop. Dus die zitten we naast elkaar. Met twee van die apparaten, dat ziet er wel heel indrukwekkend uit ook. Nou, Robert, wij komen sowieso kijken. En ik denk, we moeten even naar de jongens overleggen, maar ik denk juni is misschien wel leuk, of niet? Ja, of het, dus moeten we kijken. Maar we komen sowieso. Dus dan gaan we ook gewoon live proosten met een biertje. Dat lijkt me hartstikke leuk. Leuk, man. Ja, goed plan. Ik wil ook iedereen bedanken die gekeken heeft, want de uurtje is voorbij. En we hebben afgesproken, Robert, die gaat zo ervan door, want je gaat repeteren met je band. Ja. Ja, dus, de rest is al bezig. Die is nu al aan het repeteren en ze missen me heel erg. Ja, nee, daarom. En dat moet gewoon natuurlijk doorgaan. Hey, Robert, hartstikke bedankt. Ja, dankjewel. Guys, jullie ook. Tot volgende week zijn we met Amin van Dark Dragon Books. Oh, leuk. Helemaal leuk. Oké, okay, dankjewel. Bye.